Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal. Suriname werd in het weekend opgeschrikt met rellen die door jeugdigen werden gepleegd in de binnenstad. Afgelopen zaterdag was het wederom een enorme drukte in de omgeving van Wakapassi, dat de politie zelf erbij moest komen. Honderden jongeren verzamelden zich in het uitgaanscentrum, waarbij de Mohana-maatregelen helemaal niet werden nageleefd en ook de lockdown werd genegeerd. De politie was genoodzaakt op te treden, waarbij de jeugdigen werden verdreven richting de Centrale Markt, Maagdenstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. Tijdens het wegrennen voor de politie richtten de jeugdigen heel veel schade aan. Zo werden bloempotten, vuilnistonnen, verkeersborden en reclameborden kapotgeslagen. Al heel gauw werden de beelden via social media verspreid. Willen wij dan echt dat Suriname weer gezond wordt? Willen we wel echt terug naar ons normaal leven? Weten deze jeugdigen wel wat ze hun dierbaren aan kunnen doen? Weten ze wel hoe en wat COVID is? Kijk dus zelf maar naar de beelden die rondgingen op social media. Boy, si Mira. Alek Mira de Melong. Ook het afgelopen weekend werd er weer flink gevaccineerd. In POC werd er gevaccineerd waarbij op deze dag 1272 mensen zich hebben laten inenten. 330 prikjes werden met AstraZeneca-vaccin gegeven, Sinopharm waren dat 120 en voor het Pfizer-vaccin kozen 822 mensen ervoor. Zo ziet u dat de bereidwilligheid toeneemt. Afgelopen zaterdag werd er gevaccineerd bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg. Men kon daar terecht voor de eerste prik, maar ook de tweede prikkers werden in de gelegenheid gesteld. We staan vandaag op het terrein van de gemeente Tabernacle of Faith van de Quattaweg, waarbij wij gemeend hebben met de mobiele unit en de leden van de gemeente om zo'n vaccinatiedag hier te organiseren op het terrein. Begrepen, het is een vrij drukke buurt en vooral ook de gemeenteleden. Het is een hele grote gemeente, waarbij we dan de gemeenteleden de optie willen geven om in een vertrouwde omgeving op het terrein zelf te kunnen vaccineren. En ook zo'n beetje die drempel te verlagen om naar de vaccinatiesite te stappen. Dat ze naar een plek gaan waar ze gewend zijn over de vloer te komen. Oh, zeker niet alleen voor de gemeenteleden. Als we ergens komen, doen we het nooit alleen voor de mensen waar we gaan. Waarmee de enige plek waar dat was toen we naar de gevangenissen gingen. Het gaat een beetje moeilijk om mensen van buiten naar binnen te krijgen, maar overal waar we gaan is het echt voor ieder die in de buurt is. Als we toevallig langs rijden, mag je dan stoppen om je te komen vaccineren. Gilbert Chakot is de bekende fotograaf die tijdens de AVD furore maakte met zijn foto's. Ook hij heeft na lang overwegen het besluit genomen zich te laten vaccineren. Ik heb er heel lang nagedacht hoor. Eerst kwam AstraZeneca. Ik dacht van zo snel vaccinatie die ze dat die dus. Ik dacht van laat me even kijken hoe andere mensen zich voelen en zo. En toen zag ik klachten komen dacht van boy, ik ga die vaccinatie nog niet nemen. Weet je, ik had voor mezelf nog niet genoeg informatie waarvoor die vaccinatie was. Want ze zeiden van als je gevaccineerd bent, kan je nog iets krijgen. Ik was like, no, dan heb je geen zin. Maar later zeiden ze van die vaccinatie is eigenlijk voor zorgen voor dat je gaat krijgen, maar je gaat, de kans is veel malen kleiner dat je in de IC belandt en zo. Dus eigenlijk, meer ik kreeg, gaat gewoon een griepje zijn of kort zo, en dan word ik snel weer beter ervan. Dus na heel lang nadenken en voor laatst mijn directie vroeg me van ja, ga je het nemen, want het is het beste voor jou. Dan heb ik vandaag, wel vorige week heb ik gekozen om te nemen.
En dan ben ik vandaag hier zo geweest om voor mijn eerste vaccinatie voor die Pfizer. Ik heb voor Pfizer gekozen omdat ik tot zover geen enkele klachten van heb gehoord. Ik hoorde wel dat vervalt, maar ze zeiden van ja, eigenlijk de vierde prikje maak je dan eigenlijk meer stabieler voor het virus en zo. Ik dacht oké, dan ga ik daarvoor. De AstraZeneca, ja, ik hoorde klachten. De Johnson & Johnson voor mij vond ik, like, ja, ik zie niet zoveel van Johnson & Johnson, maar die Pfizer zag ik wel hier en daar positieve reacties en al. Dus ik dacht oké, laat me voor die Pfizer gaan. En dan, even kijken, 30 oktober moet ik weer gaan voor de tweede. En ik hoop dat het dan weer zo vlot gaat als vandaag. Ik heb mijn zus, die, tot zover ik weet hoor, is er nog niet gevaccineerd. Maar misschien als die vaccin dat ik heb genomen, dan gaat ze wel erover nadenken van oké, laat me ook nemen. Want eerlijk gezegd ook, deels mijn neef, hij werd ook in een andere medische zorg. Hij had ook genomen. Ik was like, oké, je hebt genomen. Ik vroeg van hoe voel je? Oh, normaal, niks gebeurd en al. Ik dacht van oké. Oké, dan vanaf daar begon ik te denken van oké, misschien moet ik toch wel nemen, want er is niks gebeurd en zo. Dus eigenlijk ben ik met mensen close bij, dicht bij mij. Dan, als ik zie van oké, en dan geen verschijnselen en zo, dan ga ik wel nemen en zo. Je kan gaan wanneer je ready voelt, maar wacht niet wanneer het te laat is en zo. Want ja. Er zijn mensen die pas na, hoe lang is COVID al? Al bijna 2 jaar. Pas na 2 jaar krijgen ze het en dan liggen ze in de IC. Dus ik vind van, mag niet te lang. Weet je, neem acties, want eigenlijk is voor jezelf. Dus nou, je moet jezelf beschermen en zo. Dus als je weet dat je COVID krijgt en je bent gevaccineerd, dan weet je eigenlijk, zeg maar, ik zeg 95% weet je zeker van je gaat niet in de IC belanden, want je bent gevaccineerd en zo. Maar als je niet gevaccineerd bent, dan is de kans groot dat je daar kan belanden. Maar er zijn ook mensen die misschien hebben gehad, maar misschien ook een kleine kost hebben gehad, maar misschien de tweede keer krijgen, kan je wel daar belanden. Dus liever, en dan denk goed over na en neem toch de kans, net als ik. Christel Tondo die wil zich ook laten vaccineren, maar kan jammer genoeg nog niet, omdat zij een maand terug positief getest was. Zij vertelt aan ons wat haar ervaring was tijdens haar besmettingsperiode. Ik ben nog niet gevaccineerd omdat ik positief getest was. Dat was een maand, niet 4 weken terug, 4-5 weken terug. En het is nog geen tijd om vaccinatie te nemen. Ja. Dus ik moet nog even wachten. Ik kreeg pas in de hoest. Daar begon het. En toen kreeg ik lichaamspijnen, vermoeidheid. En toen kreeg ik de koorts. Ik had het wel niet zo zwaar. Gelukkig had ik geen ademhalingsproblemen. En het enige was de koorts die het zwaar liet, maakte. En maar voor de rest kon ik wel aan. Ja. Hoe ik heb ontdekt, zo, is uit eigen initiatief ben ik gaan testen. Hoor. Want ik vond mijn griep, ik vond dat al een beetje vreemd. Van hey, het is anders, weet je. Want kijk, als ik in de regen had gelopen, had ik van oké, het is door de regen heb ik koorts gehad. Maar het is niet gebeurd. Dus ik dacht, van, uit mijn eigen initiatief ben ik gewoon gaan testen. Ik ben niet naar de arts geweest, ik ben gewoon gaan testen. En bleek, de volgende dag heb ik het resultaat gehad. Met het positieve resultaat. Ja. En het was een shock voor mij. Want mijn kinderen waren toen ook bij me. Ik keek als eerst naar ze, van hé, hey, wat nu? Dus, maar ik heb het niet, ik heb het niet like, zwaar opgenomen. Ik dacht van nee, alles komt goed. Maar ja, je bent met je kinderen, je bent alleen met je kinderen. Dus je dacht als eerst van ik hoop dat zij het niet krijgen. En, ik was gewoon in thuisisolatie. Ik was niet in het ziekenhuis beland, was gewoon in thuisisolatie. Familie, vrienden die brachten wat fruit voor mijn medicijnen. Dus dankzij hun dat ik mezelf weer kon krijgen. Ik gebruikte gewoon paracetamol. Ik gebruikte een soort thee. En dat heeft ook geholpen. En de dokter die had me, die had bijgehouden hoe het allemaal met me ging. Dus dagelijks moest ik me temperatuur meten, mijn hartslag, mijn ademhaling. Dus, en elke dag moest ik dat voor hem opsturen. En het was oké. Toch? En ik heb het. Het was meer alleen liggen, slapen. En voor de rest was het. Ja, ik kon het wel verdragen. Het was niet dat het te zwaar voor me was, dat wel. Mijn oproep die ik altijd doe aan de samenleving om zich zoveel mogelijk te laten vaccineren. Er bestaan nog heel veel twijfels over, nog steeds onder een bepaald deel van de samenleving. Ik kan het begrijpen, maar je moet ook begrijpen dat
uiteindelijk wij als samenleving verder moeten. Wij als wereld verder moeten. U kunt op uw strepen blijven staan dat u het niet wil. Maar u gaat begrijpen dat u op den duur het land niet meer uit kan. Want de andere landen willen zichzelf beschermen. Dus die willen geen ongevaccineerde mensen hebben die dan hun land betreden. En ook, ik merk ook op bepaalde werkplekken beginnen men dat ook te verplichten. En mensen schreeuwen een heleboel mensenrechten. Maar er worden in de grote landen worden er wetten ervoor gemaakt. Om dan mensen te verplichten om zich te beschermen. Of je gaat dan niet meer kunnen werken op bepaalde plekken. Alleen om het feit dat de overheid en de gezondheidsautoriteiten de publieke gezondheid willen blijven garanderen. Het lijkt allemaal zo vervelend, maar het is niks nieuws. Want toen ik klein was, moest hij vaccineren voordat hij naar school ging. En hij heeft niet één gehad, hij heeft een heleboel gehad. Hij moest zijn vaccinatieboekje overleggen. Hij heeft hij ook braaf en trouw toen gedaan. Er is geen verschil nu. Het is precies hetzelfde concept dat wij nu, om een bepaalde aandoening de kop in te drukken, dat wij dan de wereldbevolking vaccineren. 6,2 miljard doses vaccins zijn al toegediend. Dus als u nog denkt dat het een experiment is, dan is het een experiment als nooit tevoren. Dat meer dan de helft van de wereldbevolking al aan een prik heeft gehad. En ik weet echt niet meer hoe ik het me moet uitleggen dat het... Dat die gedachte dat het een experiment is uit de mensen hun hoofd te verdrijven. Want dat is hem niet. Maar goed, ik hoop dat ze luisteren naar de oproep en zich zo gauw mogelijk laten vaccineren voordat het te laat is. Dat was het dan voor het COVID-19 journaal. We zijn er woensdag weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!